Goedemorgen. Vandaag is de dag van de Damloop, die ik elk jaar loop. En vandaag dus ook weer. Ik neem je een dagje mee, gewoon om te laten zien hoe mijn dag eruit ziet als ik 16,1 kilometer moet hardlopen. Ik ben er nu wel een beetje klaar mee. Ik ben er een klein beetje soort van zenuwachtig voor. Of tenminste, ik wil altijd heel veel. Dus ik wil hem dan eigenlijk heel snel lopen. Sneller dan ik normaal loop. En ik ben nu dus een beetje bang of dat dan wel gaat lukken. Dus ik heb er eigenlijk nog helemaal niet zoveel zin in. Maar dat komt wel. Dat is altijd vlak voor een wedstrijd. Dus ik ga gewoon beginnen bij het begin. En dat is eerst ontbijten. En dan bedenken wat ik ga aantrekken. Oké, de volgende vraag is dus, wat doen we aan tijdens het rennen? Het allerbelangrijkste vind ik altijd dat het vooral lekker zit. Dus op dit moment twijfel ik tussen korte benen en lange benen. Hoe zeg je dat? Korte broek of een lange broek. Die of die? Of die? Of die. En ik hoor je denken, hoe weet ik dat nou? Ik moet het eerst aanzien. Dus, ik trek het even aan. Op dit. Voor lunch is het dan weer een beetje lastig eigenlijk wel. Dat is natuurlijk voor mij relatief kort voor het rennen. Want ik ren om 3 uur en het is nu 1 uur. Dus ik hou het vandaag gewoon bij brood. En dan vlak van tevoren doe ik nog een banaan en nog een snack, denk ik. Dus je moet wel genoeg bodem hebben, maar je moet ook weer niet te veel eten. Want dan zit het in de weg. Het is altijd een soort balans die je moet vinden. Dus je moet eigenlijk gewoon luisteren naar je eigen lichaam. Ik ga nu voor 3 boterhammen, een tosti en avocado toast. Eet smakelijk! Oké, de volgende stap is het maken van je haar. Want alle chicks met lang haar zullen dat herkennen. Als er iets vervelend is, dan is het haar wat in je gezicht zwiept. Weet je wel, dat het hier zo, als het dan gaat waaien, in je gezicht komt. Dus ik maak een invlecht. Dat doe ik wel vaker als ik ga rennen. Vroeger deed ik dit ook altijd. Toen ik nog klein was, maakte ik ook altijd invlechten in mijn eigen haar. Je ziet wel vaker dat mensen een vlecht in hebben als ze moeten sporten. En met hardlopen is dat zeker handig, omdat je als je een vlecht hebt, al je haar zeg maar vast hebt. Auw. En als je haar los is, bijvoorbeeld in je nek hieronder, dan kan het door de beweging van het rennen, als het de hele tijd zo gaat, krijg je daar van die dreadlocks onderin. Auw. En die krijg je er echt never nooit meer uit. Dus ook bijvoorbeeld als het regent, is ook best een goede tip. Vlecht je haar in, want dan heb je niet meer van die dreadlocks. Oké, nieuwsflash. Het is echt kut weer en het regent heel hard. Dus ik heb een lange broek aan inmiddels. En ik hou lekker deze op. Want ik stap nu op de fiets om toch maar wel te gaan rennen. 16 kilometer. Boop. Laatste snackie. Ik word gesponsord door Bolletje ook deze run. Dus ik heb lekker gewoon een hele verpakking mee. Voor straks na de finish. Dus een noten- en granenrepie. Een banaantje. En een paraplu, denk ik. En dan ben ik er klaar voor. Klaar voor de start. Ben je er klaar voor? Helemaal. Lekker weer. Het regent nog steeds, ook bij 5 kilometer. Moet je afvragen. 9 kilometer en het regent nog steeds. Maar we gaan door. Ik ben er nu wel een beetje klaar mee. 40 kilometer, het regent nog steeds. En ik heb het koud. Ik probeer een eindsprintje. Ik weet het.
eitje. En nu een warme jas halen, want ik heb het echt goed koud. Weet het. Ik ben er wel achter dat ik echt een mooi weerloper ben. Ik red het wel. Het is niet dat het super zwaar is in de regen, maar het is gewoon niet leuk. Het is gewoon niet leuk in de regen. Sorry. Hashtag first world problems. Maar goed. Ik ben klaar. Ik heb zin om te douchen. Mam, we zijn klaar. Eten. Ik ben trots op ons. Ik ook. En als je dan weer thuis bent na een hardloopwedstrijd van 16 kilometer en lekker schoon gedoucht bent, dan trek je natuurlijk je onesie aan. En dan heb je ook geen zin meer om te koken, maar gelukkig heb ik aan de overkant van mijn huis een toko zitten. Daar! Dus daar haal je dan Indonesisch. En dat is je avondeten. Rijst met aubergine. Met tempeh, met groenten, een klein beetje kip. En dan om het af te maken op de bank. Een lekker stukje Tony, de nieuwe. Wat is het? Shortbread, karamel. Dat heb ik wel verdiend namelijk. Dankjewel weer voor het kijken van deze vlog. En wie weet, tot de volgende.